Welkom, lieve luchttekens, Kipperdek, Lenormendek, Perode, La Nuit. Van harte welkom. Dus vandaag kijken we naar de luchttekens, de tweelingen, de weegschalen, de watermannen. Als je dit als plaatsing hebt, je kan ook kijken als crosswatcher. Dus als je te maken hebt met iemand die een luchtteken is. Of gewoon een ieder die zegt van, nou, ik voel me aangetrokken tot deze reading door de titel of wat dan ook. Dan kan het ook jouw reading zijn. Wat mogen wij weten? Wat zijn de meest belangrijke berichten voor onze lieve luchttekens? Wat mogen wij weten? Als mijn manier van readen aanstaat, ik heb nog 3 andere kanalen. Ga daar zeker een kijkje nemen en vergeet jezelf niet gratis te abonneren. Zodat je dus op de hoogte blijft wanneer ik weer dit nieuwe reading, healing of een short plaatst. De kanalen staan hieronder en er staat ook het linkje naar mijn website. Wat mogen wij weten? Onderaan het dek een helende energie met die aaronkelken. Puurheid, puur jezelf zijn, puur terug naar de bron. Ik heb het gevoel dat je steeds meer jezelf durft te zijn en dat je ook in situaties steeds meer vanuit je pure zelf keuzes maakt. En dat gaat zo zijn effect hebben op de dagdagelijkse zaken. Die puurheid. Hè? Op je werk, liefde, collega's, vriendschappen, noem maar op. Wat mogen wij weten voor de tweelingen? Wat mogen wij weten voor de weegschaal? En wat mogen wij weten voor de waterman? Die twee alleen maar 1 kaart en die 2 kaarten. Waarom? Geen idee, ik kreeg het door. Ik ga er even 3 kaarten bij neerleggen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2 en 3. Oké. Dus de puurheid, dat staat centraal bij jullie. Bij de tweelingen heb ik mature woman. Het kan ook een mature person zijn eigenlijk, want het is een vrouwelijke energie. En de wederopstanding. Dus ik heb het gevoel dat je steeds meer puur jezelf durft te zijn. Door het feit dat jij gegroeid bent, door het feit dat jij van jezelf houdt. En voldoende van jezelf houdt om jezelf te durven zijn. Denk ik dat dat werkt en dat je iets vanuit de oudheid, dus het kan zijn een past life, soulmate of iemand met wie jij altijd bijvoorbeeld een vriendschap hebt gehad, dat nu, dat die persoon naar je toe komt, maar dat het dat ineens die persoon in een andere hoedanigheid naar je toe komt. Dus stel dat dit een vriendschap was. Dan wil die persoon nu meer met kaart 8. 8 staat voor werken en samenwerken. Dus dan wil deze persoon nu een liefdesrelatie. Kan ook een past life soulmate zijn die je nu uiteindelijk aantrekt. Omdat je op een bepaald niveau vibreert. Waardoor die ander die puurheid van jou voelt. Dat is voor de meeste wat ik voel. Maar er komt dus iets terug in je leven wat je nu manifesteert vanuit die energie. De 2 van bekers, ik voelde het al, ik voelde dat het om de liefde ging. Die pure liefde, die trek je aan. Voor sommigen is het je twin. En ineens is die persoon daar. Iemand die veel passie voor je voelt met de coding van staven. Het kan een vuurteken zijn, maar het kan ook iemand zijn die heel vurig voor jou is. Dus ineens die passie die ontwaakt in die persoon. Terwijl voorheen dat dit gewoon een vriendschap was. Of dat het leek alsof deze persoon, zeg maar, in combinatie met jou, dat slapende was, zeg maar. Maar nu ontwaakt die persoon omdat jij op een bepaalde frequentie vibreert. En die persoon ziet nu ook toekomst met je. Vandaar ook dat de connectie verandert. Hè? Het gaat van een vriendschap naar een liefde. Of omdat je op een bepaald niveau vibreert, roep jij nu je past life soulmate aan. Dat is wat ik voel bij de tweelingen. Bij de kreeft heb ik courthouse. Er gaat iets veranderen. Het kan zijn omdat jij nu voelt van wie
bij jou hoort, of omdat je nu vanuit je pure zelf keuzes maakt, dat dat het een en ander gaat in werking stellen. Dus dat daardoor iets gaat veranderen. Veranderen in positieve zin, heb ik het gevoel. Ik heb het gevoel dat iets vrij snel is gegaan buiten jouw, hoe zeg je dat, buiten jouw controle om. En er gaat binnenkort gecommuniceerd worden, al dan niet van een officiële instantie, wat daar zeg maar de uitspraak over is. En het kan zijn dat dat wrang is, omdat je eigenlijk niet zo blij bent met de uitslag. Kan zijn bijvoorbeeld dat je, ja, dat je had gedacht dat het in je voordeel zou werken, of dat je verwacht had dat het, als het een schadeloosstelling is, dat je meer had verwacht. Maar het is wat het is, dus je hebt het maar te accepteren. En ja, dit is gewoon wel geoordeeld en beoordeeld vanuit zuiverheid. Dus je hoeft niet te twijfelen over dat je tekort wordt gedaan. Dit is gewoon puur en zuiver bekeken. Wat mogen wij weten voor de watermannen? Dus dit is de weegschaal, hier de waterman. Het boek is gesloten, dus je hebt iets afgesloten. En je wil nu aan iets nieuws gaan werken met kaarten 8. Je zag van, dit wat je hebt afgesloten, ja, daar stond je niet helemaal meer achter. Daar kon je met een zuiver hart niet meer mee omgaan of niet meer handelen. Dus heb je dat hoofdstuk gesloten. En nu ben je zover met kaart ruiten 10 en 8 dat je getransformeerd bent en dat je dus wil gaan werken of samenwerken aan iets wat wel puur is. Dus het kan zijn dat dit in eerste instantie, dat andere wat je nu aan het afsluiten bent, dat je dacht dat dat je pad was of dat dat puur was, maar je bent tot andere inzichten gekomen. Ja, met de duivel, je merkt van iets was toxic, iets was toch niet zo zuiver als dat je dacht. Daardoor bleef het maar hangen, daardoor kwam het niet vooruit en heeft het je heel veel pijn en verdriet gedaan met de 3 van zwaarden. Dat sluit je nu af en je bent bereid om ergens anders aan te gaan werken. Wat mogen wij weten over de tweelingen? Wat voor persoon of situatie wordt op de tijdlijn gezet van de tweelingen? Nou, wat zeg ik? Een wederopstanding, een verandering, een transformatie. Mag ik daar nog een kaart bij? Het kan zijn dat door een beëindiging van een bepaalde connectie die niet puur was, dat je daar overvloed door krijgt. Het kan op financieel vlak zijn, maar het kan ook zijn anderszins, dat er een past life soulmate naar je toe komt. We gaan er zo verder op inkijken. Wat mogen wij weten over Coffin? Dus wat gaat er veranderen? Wat gaat er transformeren? De 5 van munten. Dus je had het idee van, nou, ik verdien meer, maar je kreeg niet meer. Dan ben je met de 5 van staven, ja, heel teleurgesteld geweest. En met de 4 van munten heb je eigenlijk jezelf niet echt geuit. Je had zoiets van, nou, als het zo is, is het zo. Ik zal het accepteren. In zoverre van, ik accepteer mijn verlies, want deze persoon of deze situatie zal mij altijd tekort doen met 5 van munten en ik weet wat ik waard ben. Dus dan laat ik het toch liever los. Maar ik ga daar niet een poeha van maken. Dus ik ga dat niet aan de grote klok hangen dat dit mij teleur heeft gesteld. Wat is die Sudden Wealth met kaart 11?
Je laat iets heel moeilijks, iets toxic los. Mogelijk ook meerdere cyclusi die jij hier aan hebt verbonden. Met de karmische justice doe jij deze connectie doorhakken. En met de dwaaskaart komt daar dus een grote verandering. Voor sommigen financieel voorspoed, voor anderen een nieuw persoon op je pad die het wel waard is. Al dan niet een past life soulmate of een vriendschap die nu opbloeit richting een liefde. Maar die oude situatie laat je achter je. De oude situatie die... ja, daarvan zag je van, dit dient mij niet, dit is niet op mijn waarde, ik ben meer waard. En dat is vanuit integriteit gebeurd, die beoordeling. Dus het is puur geweest, die intenties van jou. En daardoor krijg je hier dus een nieuwe mogelijkheid, al dan niet gecombineerd met voorspoed. Wat betreft de mensen, ik moet zeggen de weegschaal. De weegschaal die zich een beetje, ja, een beetje weemoedig is omdat een bepaalde uitspraak misschien wel fair was, maar zeker voor het gevoel te weinig heeft opgeleverd. Wat mogen we daarover weten? Het is iets karmisch wat je afsluit. En weet dat er een verandering aan zit te komen. Er komt iets naar je toe wat zuiver, integer en loyaal is. Het kan een persoon zijn, maar het kan ook zijn dat je een situatie krijgt aangeboden na deze uitspraak. Dat toch de boel nog transformeert. Dat je dan toch nog denkt van, ah, ik ben toch nog... Ik dacht dat dit was en dan word je hier nog extra gecompenseerd, zal ik maar zeggen. Wat mag ik weten over de ringkaart 25? Aas van bekers, dus er komt iets nieuws aan met het wiel. Plotselinge verandering, want je dacht dit is de uitspraak, dat is het ook. Maar daarna komt er toch nog een soort extra compensatie overheen. En dan krijgen we hier die schildknaap van bekers. Dus dan krijg je toch nog... een aanvullingje, want een schildknaap is niet veel, maar een aanvulling op het bestaande. Wat eigenlijk ook niet zoveel is met die vijf van munten, maar goed. Ik krijg toch nog ietsje meer. Wat mogen wij weten voor de watermannen? Dat is heel duidelijk in een bepaald hoofdstuk gesloten. Iemand deed jou veel pijn, verdriet, dat iets was toxic. En nu ga je werken aan iets puurs, iets integers. Wat mogen we daarover weten? Voor de watermannen. Iets wat balans en stabiliteit brengt. Omdat je nu wel de juiste keuze maakt. En je laat iets van pijn, verdriet, tekort laat je achter je. Wat we weten over het huis. Het kan zijn dat je een huis moet verkopen. Je had te maken met iemand die alleen maar op geld uit was. En jij wilde graag een samenwerking. Met de zes van staven zul je die uiteindelijk die toch in dit proces de winnaar zijn. Omdat degene die op geld uit was, die zal ook zijn of haar geld wel krijgen. Al dan niet uit een huis wat je verkoopt. En jij trekt misschien aan het kortste eind. Maar toch ben jij de overwinnaar. Omdat jij nu een nieuwe pure kant hebt gekozen. En de ander had geen pure intenties. Dus hoe je het bent of verkeerd, jij zult die winnaar zijn met die zes van staven. Ook al voelt het misschien niet zo, misschien is het wel een financieel verlies. Dankjewel voor het kijken, veel sterkte ermee. Namaste.